mensen! Een hele andere setting dan normaal. Want hij zit erbij. Ja! Hey! Ja! En vandaag gaan we totaal iets anders doen dan normaal. Want we hebben namelijk van Fanta de vraag gekregen of we een bucketlist item willen gaan doen. Nou, we hebben een aantal blikjes gezien en daar stonden icoontjes op. En daar mochten we uit kiezen. En toen was eigenlijk het bucketlist item wel heel snel gevonden. Ja. Het is wel echt gekoppeld aan Rick, vandaar dat Rick hier ook zit. Ja. Rick, wat is de bucketlist item? Ja, er gaan echt steeds meer dingen van mijn bucketlist af de laatste tijd. Maar wat wij nog hadden staan was een stripboek maken en uitbrengen. Ja, we zijn dus door dit blikje geïnspireerd en door het spraakwolkje dachten we direct aan een stripboek. Ja, dat is eigenlijk nog wel een jongensdroom van ons beiden om een keer een stripboek te maken. Alleen ik kan echt voor geen meter tekenen. En Rick? Ik kan voor geen meter dingen bedenken. Maar dat kunnen we niet alleen. Dus we gaan eerst even advies vragen aan een aantal mensen. Laten we dat gaan doen. We gaan nou het shot uit, zodat het lijkt alsof we ergens naartoe gaan. Ja? Oké, kom. Hier moet Ted! Kom! Oh! Kom! Kom! Dit is jouw... Mijn rij, hokje. Dit is wat je nodig hebt. Veel niks. Ik kan het wel laten zien. Ja, nee, ga. Ja? Ik ben benieuwd, Wow, wat toevallig. Er staat hier ineens een licht, Ted. Ah, die heb ik standaard staan. Op een standaard staan. Ja, ik bouw een tekening dus eigenlijk op in een schets. Ik zal even alle lagen weghalen. En dan kun je dus echt gaan schetsen. Dus je kunt er iets bij tekenen. Dus als je er een poppetje bij zou willen tekenen. Zo'n ding moet ik hebben. Ja, dat is natuurlijk speelgoed, hè? Ja. Ja. Zo bouw je het op. Geniaal. Maar dit is dan echt een cartoon? Ja, dus een cartoon. Dus een spotprintje of ja. Ja, maar wat zijn jullie van plan? Ja, wij hebben grootse plannen, want wij gaan binnen 2 weken een heel stripboek maken. Dus, daar doen ze normaal een jaar over of zo. Ja, oké. Okay. Wat zijn jouw tips en tricks om zo snel mogelijk toch wel een goede tekening te zetten? De basis is het verhaal. Als je het idee hebt, ben je al halverwege, denk ik altijd. Zorg dat je je verhaal hebt, dat je hem helemaal hebt uitgeschreven, dat je de tekst hebt uitgeschreven. Ja, en dan ga je, uiteindelijk ga je een soort van script maken van wat moet er in welk plaatje. Maar dat is hetzelfde als met filmen. Een soort storyboard. Ja. Dus ik zou dat er zo dan uit kunnen zien. Nou, ik heb hier de tekst en dergelijke ook al bij staan. Maar hier zie je dus 2 personen die praten met elkaar. Mm-hmm. Dan zegt de ene iets, dan zegt de ander iets. Dan hoef je ze niet allebei in beeld te hebben. Heb je niet een karikatuur van een bekend persoon die alle kijkers kennen? Ja, en Ted is toen meteen aan de slag gegaan met onze na te tekenen. Maar het is wel goed om te weten dat we dus gewoon echt per vakje moeten gaan bedenken wat erin komt. En dat we gewoon echt een script moeten maken. Dat lijkt mij een hele belangrijke. Nou, hartstikke bedankt, Ted. Ja, bedankt. Wij gaan er weer vandoor. We laten de lamp hier staan. Oké, ja. Hey, doei! Doei! Ja, wij blijven hier. Het overkoepelende idee wat we hadden is om een stripverhaal te maken waarin YouTube er ineens uit ligt en ons team Dylan Hages, als superhelden YouTube moet gaan redden. We hebben weinig tijd, dus we moeten het zo snel mogelijk regelen. Als jij gewoon alvast de character designs gaat maken. Ja, van de superhelden. Ja, van de superhelden. Dan ga ik denk ik gewoon het verhaal uitwerken. Ja, ik ben niet zo goed te tekenen, maar het gaat alleen om het idee dat je weet waar alles zit, hè? Rick, laat eens zien hoe jij iemand een kleermaker set tekent. En dat is mijn versie. Het is alweer een paar dagen later en we gaan nu naar de Donald Duck voor advies. We hebben een paar bladzijden af en ik ben benieuwd wat ze er hiervan vinden. Hier wordt het gemaakt, hier wordt het gedaan. Alles. Dit is Donald Duck. Nou, dat is ook het... Deze pagina heb ik het meeste moeite gedaan en de rest van de pagina's wat minder, omdat er wel tijdsdruk achter zit. Ja, dit is dus de voorkant inderdaad. Mm-hmm. De voorkant ziet er al professioneel uit en de uitstraling is al meteen superachtig. Dus ja, het eerste gevoel is goed. Oké, maar dan kan het alleen nog van slechter. Nee. Ik ben wel benieuwd naar die superkrachten van hoe die een rol gaan spelen om die problemen op te lossen. Want
Want mensen hebben geen idee vaak. Of als ze een Donald Duck verhaal denken, ach, een Donald Duck verhaal. Hoe moeilijk het is om een verhaal te maken wat logisch is, met een goed einde, dat de karakters logisch zijn, de motieven, er moet conflict zijn. Het is eigenlijk enorm lastig. Of je nou een boek schrijft of een stripverhaal, ook al ziet het er nog zo mooi uit. Weet je, een heel mooi meisje, maar ze heeft niks te melden, dan is het ook niet zo leuk. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dus, ja, echt bedankt voor de tips. Ja, succes met tekenen. Hey, dank je. En vandaag is het zover. We gaan het stripboek echt drukken. Ah! Spannend! Hier achter is screen. Hier werkt de vader van Marit. En hij heeft geregeld dat we hier de proefdrukken kunnen gaan maken van het boek. Ik ben benieuwd of hij lekker in de hand ligt. Laten we naar binnen gaan! Hallo! Hey. Daar zijn we! Hallo! Hey. Ik zie al wat proefdrukjes. Ja. Het wordt dus A5 formaat. Ze zijn echt fysiek. We hebben gewoon stapels met stripboeken. Hoe tof is dat? Hoe vind jij dat nou? Je hebt nou gewoon je eigen tekeningen. Ja. In de vorm van een stripboek. Ik moet er bijna van huilen. Van geluk. We hebben er maar een aantal gedrukt en die gaan we weggeven. Ze gaan niet in de winkel, ze zijn niet te koop. Het zijn echt exclusieve items. En jullie vragen je natuurlijk af, hoe kan ik nou zo'n stripboek winnen? Dat kan door op social media een foto te plaatsen met een Fanta blikje en dan hashtag FantaPlay en hashtag Dylan. Gaan wij over een tijdje kijken wie de leukste foto's heeft geplaatst. En dan krijg jij misschien wel zo'n stripboek in je brievenbus. Ik hoop dat we jullie ook een beetje hebben geïnspireerd om je bucketlist gewoon af te werken. Want ja, je leeft maar één keer, dus doe de dingen die je graag wil doen. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later!